DM je adres. Iedereen DM je adres. Als je wil dat ik naar je toe kom, DM je adres en je telefoonnummer. En dan gaan we gewoon, dan zie ik je over een paar minuten. Santa. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What's good, Kelfam? Hey, Otje, what's up? Zoals jullie weten is deze hele maand Kelsember. Wat betekent dat ik elke dag van de maand een video upload, zolang je het aantal likes halen wat ik jullie opdraag. En vandaag is dat 2500. Hey. Nu is het nog niet zo spannend, maar straks als we rond 20 december zitten of zo, dan moeten jullie in één keer 80 miljoen likes halen en dan wordt het bijna moeilijk. Maar vandaag, ik ga ervan uit dat het gewoon moet lukken. Er is gewoon een paprika in deze paprika. Zoals jullie misschien weten is een ander onderdeel van Kelsember dat ik heb beloofd om bij jullie thuis langs te gaan. Want jullie komen hier en dan denk ik, yo, doe maar niet, want dit is mijn huis, dus geef me zo'n privacy, man, come on. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om naar jullie huis te gaan en dat ga ik vandaag doen. Het is vrij simpel. Ik zet gewoon Instagram live aan. De live functie op Instagram, waarin je live interactie hebt met de kijkers. En dan kunnen ze allemaal kijken. En vervolgens zetten jullie in de chat gewoon jullie adres. En dan ga ik daar naartoe. En dan zeg ik, hallo, ik ben er. En dan ga ik weer weg. Best dom eigenlijk. Dit is eigenlijk best wel raar. YOLO! Yeah! Mocht je deze video nou zien en denken, ah, fuck man, ik heb het gemist. Ging je ook maar naar mijn huis toe? Nou ja, dat is niet, geen stress. Geen zorgen, oké? Okay? Hakuna Matata. Ik ga het sowieso nog een keer doen deze maand. Dus volg me sowieso op Instagram. Want dan zie je wanneer het weer live is. Ik ben klaar, ik ga mijn spullen even pakken, let's go! What's good? We zijn in Amsterdam, het is koud, het is kut weer, maar hey, het is vandaag zover. Ik ben niet alleen, ik ben met mijn grote vriendin Martine. Martine gaan we vandaag helpen, omdat ik moet rijden en ik kan dan niet alles checken. Het plan is als volgt, ik ga live op Instagram. Sjoerd is er trouwens ook, dat is cameraman. Nick even of zo. Dat was de bevestiging dat er een cameraman was. Oké, okay, ik ga straks rijden, maar dat doe ik niet zomaar in een auto. Ik heb vandaag een hele speciale auto geregeld, want ik dacht, ik moet toch in stijl aankomen bij de hele Kelfam. Dus ik ga het laten zien, zijn jullie er klaar voor? 3, 2, 1, yes! Wat ik ga doen bij jullie, dat is natuurlijk de vraag. Ik ga eigenlijk niks doen. Ik zeg gewoon hoi, we maken een foto, we eten een paprika. Ik geef jullie deze petjes. Ik zeg hier, Merry Christmas, Happy New Year, we got this. En dan ga ik weer weg naar de volgende. Ik ga live op Instagram zodra ik in de auto zit. Dus ik ga erin stappen en dan gaan we er vandoor. Let's get it! Ik heb geen sleutels. Oké, okay, het moment is daar. Ik zit in onze Meetmobile, zo noem ik hem. Ik hoop dat ik allemaal mensen, allemaal lieve mensen, allemaal mooie moeders en zo ga ontmoeten. Dat lijkt me leuk. Oké, het moment is daar, mensen. Ik voel de spanning. Let's get it. Start live video. Het is feest. Er kijkt niemand. Oh jawel, er kijkt. Bram0316 kijkt. Marcus Ritchie kijkt ook. Oh, kut. Hoe rijd je auto? DM je adres. Iedereen DM je adres. Als je wil dat ik naar je toe kom, DM je adres en je telefoonnummer. En dan gaan we gewoon, dan zie ik je over een paar minuten. Ik heb cadeautjes bij me. Als je thuis zit en je denkt, weet je, ik heb vandaag niks te doen. Het is koud buiten, maar ik wil gewoon chillen of zo. Dan ben ik er. Dan ben ik er. Dan kom ik naar je toe. Ik voel wel de spanning, man. Ik voel de spanning. Oh man, I see a lot of people running. Yo, what's happening? What is this? Wat zijn deze mensen? Waar komen deze mensen vandaan? Zijn allemaal mensen hier. Oké, we out here, man. We out here. First Instagram live meet and greet ever. Ever. We schrijven geschiedenis. Yo. Is goed. Wat goed? Waren jullie toevallig hier of wisten jullie dat dit ging gebeuren? Ja. Oké, nice. Ik was te bellen. Echt, was je te bellen? Nice, man. Hoe heet je? Loué. Ja. Box houden. Loué, box. Je bent de allereerste, man. Hebben jullie niks te doen verder vandaag? Zo? Nee. Niks. Nada. Jullie denken we gaan gewoon chillen. Ja. Hadden jullie dit verwacht? Nee. Was gewoon toevallig, toch? Ja. Super nice. We zijn gewoon allemaal aan het filmen hier. First meet and greet is happening. We gaan even wat foto's maken. Wie wil de paard? Ik wil de paprika! Ik gooi hem. Wie hem vangt mag hem hebben. Okay, let's go. Ja. Oké, okay, hier. Help. Pak je rust. Oké, wacht. Ja. Doe rustig man, bro. Pas op. Ja. What's good? We zijn in, ik weet niet precies waar. Ik ben vergeten waar we zijn, maar... Het is wel spannend. Het is zeker spannend, want
We gaan persoon 2 ontmoeten. In de eerste, in Weesp, waren gewoon kids en zo. Die stonden gewoon, die waren gewoon op de straat stonden ze te wachten. Dit is volgens mij één meisje die jarig is vandaag. Dus dit is de meest perfecte verjaardag ever. Of niet, misschien heeft ze wel helemaal geen zin om mij te zien. Dat kan ook. Maar we gaan er gewoon naartoe. Let's go, I'm ready. Oh, oké. Mensen staan voor de raam te wachten. Oké, let's go. Allemaal mensen zijn er, ik heb geen idee. Hey! Let's go! Vandaag jaren. Nee, niet vandaag, maar. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oké. Ik heb taart. Ik heb lieve mensen omheen. Het is lekker warm hier. Oké, ik geef hem aan jou omdat jij gedm'd hebt. Tof jaar. En ik heb dit! Ik heb deze speciaal voor jullie. Gewoon omdat jullie, gewoon uit liefde, nee, jullie doen ermee wat je wil. Zet hem op je kamer. Verbrand hem, doe hem elke dag op je hoofd. Maakt me helemaal niks uit. What is good? Ik ben hier. Hé, hey, je bent jarig toch? Ja. Ja, hij is vandaag 11 geworden. Nee, hij is al 11. Ja. Jij bent 14. Hé, hey, love jullie. Love jullie sowieso. We gaan even wat foto's maken. Dan weer straks door naar de volgende meet and greet. DM je adres. Let's go. Oké, meet and greet nummer 2 zit erop. We got this. Kelvin, I'm going strong. Ik ga straks weer live op Instagram. Maar eerst even in de auto, want het is echt stervenskoud, man. What's good? We zijn bij de volgende. Ik ben in een soort van gekke bosachtig beland. Geen idee of dit goed is. Maar we zijn hier. Ze hebben rollators hier. Oh. Wat gebeurt hier? Ik vind het wel spannend. Oh. Yo! Alles goed? Zit ik goed? Ben ik bij het juiste adres? Ja. Hallo daar! Allemaal rare mensen, allemaal vreemde mensen in je huis. We hadden ook een cadeautje voor jou. Oh yes! We hebben gewoon cadeautjes. Jullie zijn allemaal de eerste met een cadeautje. Ik heb een cadeautje gekregen. You know what it is. Ingepakt en wel. All the way from Spanje. Sinterklaas. Yeah! Nice! Thanks! Nou, wij hebben ook wat voor jullie. Zeer spannend. Je raadt nooit wat het is. Tada! Ik heb ook voor jullie. Ja. Hi Milan, wil je ook paprika? Kijk. En ik heb gewoon even die kalfijnpetjes, man. Let's go. Hier is speciaal voor jullie. Doe ermee wat je wil. Je mag hem op je kamer leggen. Je mag hem op je hoofd doen. Je mag alles ermee doen wat je wil. Lekker? Nee? Niet lekker. Wow, wat is dit? Dit is een soort kringloopwerk. Pardon? Hou je handen in je zak. Oké. Laten we de paarden bekijken. Blijkbaar een iets minder aardige hond. Deze hond. Oké. We zijn goed. De honden zijn opgesloten. Hier, die Milan, die kleine boy loopt hier gewoon rond alsof er niks aan de hand is. Oké, Kelvin, we zijn aangekomen bij het nieuwe adres. Er is hier iemand, ik weet niet wie, maar we gaan er gewoon ontmoeten. En that's it. Let's go. Let's fucking go. Oh ja, yeah, I see the people. Er wordt gefilmd. People are filming. Let's go. Kelvin, go strong, man. Let's go. Hier. Als het goed is. We zijn er weer. Oh, kom maar kijken. Hey! Hallo. Oh, wat een lieve hond. Hey, het is weer feest, let's go! Leuk je te zien. Yes, we zijn er weer! We hebben weer een nieuwe persoon, hey! Zijn wij gewenst of niet? Hartstikke leuk. Oké, okay, dat is belangrijk. We zijn gewenst. Het ijs is gebroken. Zat je al lang te kijken? Al sinds de eerste, dus heel erg lang. Je zit al vanaf vanochtend gewoon te kijken gewoon. Mm-hmm. Oh, joh. Ja. We zijn naar fiets geweest. Ja, ik ging zo naar jou toe. Ja. Ik gaf je een knuffel en maakte een heel lelijke foto van mij. Maar de foto was lelijk. Heel lelijk. Ja, ik sta er heel lelijk.
We hebben vandaag in ieder geval de tijd om ongeveer nog 100 foto's te maken. 200 foto's, 300 foto's, maak er zoveel je wil. Ik film ook alles. Misschien kun je daar ook screenshots uithalen. Hey, ik zei nog, maar hebben we wel paprika's in huis? Waar hebben jullie paprika's in huis? Ja, ik weet niet. Oké, ik ga weer weg. Bedankt. Gelukkig heb ik... Niks aan de hand. Ja, ik ga toch maar even meenemen als mensen tijd van paprika's hebben. En ik ga dit, je moet ermee doen wat je wil. Geniet ervan. Oké, voor deze baas in de hoek. Ja, ik kan niet met lege handen aankomen, toch? Het is oké, we hebben mensen ontmoet, we hebben mensen bijgemaakt, maar we gaan nog steeds, ik ga nog door, fuck it. Goed. We zijn in de buurt van een kerk, dat kan overal in Nederland zijn, want overal in Nederland heb je kerken. 70 meter, jeetje. Hey! Ah. Hey! Hallo. Hallo, alles goed? Hoe gaat het? Ja, heel goed. Ja? Hallo. Ik had het echt niet verwacht. Ja, wat raar toch? Vind je het leuk dat ik er ben? Ja, heel erg leuk. Dat is gedood. Ook? Dat... Martine! Alsjeblieft. Oh, ja, echt een kalfijn pet. Hé, we hebben nog een paprika hier. Paprika hier. Oké, ik was bijna vergeten. Heel erg bedankt. Goed knuffel. Let's go, love you, always. Mocht je dit nou gezien hebben en denken, ah man, ik wou dit ook graag doen, maar ik heb het gemist. Ik ga dus zaterdag, komende zaterdag ga ik het weer doen. Dus tune dan sowieso in, volg mij op Instagram, want ik ga Instagram live en op die manier kun je je adres insturen. En abonneer natuurlijk op Calvin en like deze video, want bij 2500 likes... 2500 duimpjes. Yay. Yes. Komt er morgen weer een nieuwe video, dus dat moet sowieso lukken. Calvin, I see you later. Bye man, let's go!